beauty. Goh, moet van binnen komen, hè, zeggen ze. Dat is ook zo. Maar het is wel altijd wel fijn als je ook echt voor jezelf zorgt. Dus ook voor het uiterlijk zorgt. En ja, laat je goed adviseren. Goede make-up, wat past bij, wat past niet bij je. Ja, ik denk dat je dat beauty voor mij is. Mooie make-up, mooi uitzien, verzorgd, een mooie huid. En niet alleen de make-up, hè, maar ook de verzorging. Zodat je huid echt mooi, egaal en schoon en verzorgd is. Ja, klopt. Want zij is natuurlijk niet altijd bij me. Als ik in Italië ben, dan moet ik ook wel eens naar een event. En dan kan ik haar niet altijd bij me hebben. En dan moet ik het ook zelf doen. Dus zij heeft me wel heel veel trucjes geleerd, inderdaad. Bijvoorbeeld highlighten of contouren. De neus, de donkere bronzer op de voorhoofd. Een beetje zo'n 3 maak je dan uiteindelijk. En dat soort dingen heeft ze me geleerd. Ja. Ik heb altijd mijn bronzer bij me, want dat contour ik elke dag mee. Dat is echt een routine geworden, is heel makkelijk voor mij dan. Ik heb altijd mijn lipgloss mee, mijn nude. Ik ben gek op nude, vooral overdag. En even kijken, ja, mascara. MAC en NARS. Ja, die vind ik echt heel fijn. Vooral MAC, want die heeft echt lekkere kleuren die bij de donkere huid dan de bruinere huid passen. Ja, ik gebruik heel veel PCA en dat zijn producten uit Amerika. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn huid echt heel rustig is geworden. Ik heb geen last meer van, ik had wel eens last van mijn bukkels, wat iedereen wel heeft. En dat is nu eigenlijk ja, zo goed als weg. De kleding vond ik sowieso heel gaaf. En ja, het helpt als je een goede visagist hebt. En natuurlijk het haar allemaal perfect is. En dan ben je helemaal blij.